Welkom bij B2S Television. Deze week, Remember is terug. Knockout en een interview over Hardbass met bass modulators en audiotricks. Op zaterdag 4 april is het legendarische poppodium 013 in Tilburg de plek om de oorsprong van de hardstijl tot en met 2009 opnieuw mee te maken met de vrienden van toen en nu. Een avond vol met oude knallers die hun stempel hebben gedrukt op de hedendaagse hardstijl scene. De voorverkoop start aanstaande zaterdag om 1 uur via de B2S Ticketshop. Voor de volledige line-up en meer informatie check je b2s.nl/remember. Geen knockout zonder battle-video's. De eerste battle-video die online komt is van Frequencers en Digital Punk. Yo guys, welkom bij, ik zag het niet zeggen, het is een verrassing. Ik ga niks zeggen, jullie zien het volgende week allemaal. We gaan vechten tegen deze jongen. Fucking Digital Punk. Ja, je mag niks zeggen. Dus Volgende week, B2S Television. Dan zie je wie het eerst knock-out gaat. Fuck is? Ik ga eruit! Nou, Hardbass, dit jaar Team Yellow. Ik heb in Team Green gestaan. In Team Blue. Team Red. En dit jaar is eindelijk Team Yellow aan de beurt. Dit jaar met Adaro en DJ O'Break. En Frequencies als live act. En ik heb er heel veel zin aan. Ik kan niet wachten. Vond ik dat een verrassende keuze? Niet echt. Ik vind juist dat wij met z'n drieën wel heel goed bij elkaar passen. Ik heb meerdere malen met Adaro gedraaid. En dat voelt gewoon goed achter de draaitafels. O'Break, toevallig. Een paar maanden geleden voor de allereerste keer met hem gedraaid. Het klikte meteen, hij was gewoon een dikke vibe op het podium. Dus ik heb een goede vertrouwen in onze team op Hardbass. Over Minus Militia is een totaal andere ervaring. Want iedereen herkent zich zeg maar, de eerste keer dat hij naar een groot feest is geweest. Dat bleef altijd bij. En dit is voor Minus Militia, was toen gewoon de start van Minus Militia. Maar er was best wel veel druk op onze schouders. En ja, die moment dat je dan met z'n drieën die trap oploopt. Ik heb toevallig gisteren nog weggekeken. Dat een maat van ons met de camera die zit ons te filmen en wij gaan de trap op. Kom op, en ja, ja. Dus gewoon helemaal hyped. Dat gevoel, dat moment, dat is, kun je niet nog een keer beschrijven. Nou, ik heb ik heb net een nieuwe EP gereleased deze week. Dus die ga ik sowieso ten gehore brengen. Ik heb nog een paar editjes thuis liggen die mensen niet kennen. Die ga ik sowieso draaien. En ik ga sowieso met Adaro en O'Break ga ik even bellen. Gaan we even kan sluiten waar we samen gaan draaien. Welke tracks, noem maar op. Dus ik wil misschien nog Minus Militia track. Hebben we ook een nieuwe, misschien dat ik die ga droppen. Misschien dat Joey hem dropt. Dus dat moeten we even opleggen. Maar dat merken jullie vanzelf wel op Hardbass. Op dit moment, eigenlijk heb ik helemaal geen tijd voor deze interview. Want ik zit in Dordrecht met Digital Punk en Radical Redemption. Met z'n drieën maak ik mijn track. We zijn er al best wel lang mee bezig en we willen hem nou afmaken zodat ik hem op Hardbass kan draaien. Ja, kom maar in het geel. Support team Yellow en ga gewoon los. Wij gaan beuken achter de tafels en ik hoop dat jullie ook gaan doen. Dat kun je gerust zeggen dat Hardbass voor mij op nummer 1 staat bij favoriete indoor evenementen. De eerste twee original soundtracks van Hardbass 2015 zijn bekendgemaakt. Deze tracks zijn geproduceerd door de Frequencers en Bass Modulators en kan je beluisteren op het YouTube-kanaal van B2S. Aanstaande maandag kan je hier weer een nieuwe release verwachten. Check hier alvast wat Bass Modulators en Audiotricks van Team Blue voor je in petto hebben. Hi, wij zijn Bass Modulators en 7 februari staan wij op Hardbass. En wij zijn Audiotricks en wij staan ook op Hardbass in Team Blue. Met de maten. Het is nu de derde keer dat we er staan. En eigenlijk vanaf de eerste keer was het echt al een episch feest waar we altijd heel erg naartoe leven. Zeker omdat je ook altijd merkt dat de mensen echt ontzettend dedicated zijn op Hardbass die er komen. En dus ook heel erg echt gaan voor de muziek.
En we zorgen altijd dat we ook heel veel nieuwe tracks voorbereid hebben. En ook heel erg in het genre van het, of eigenlijk het thema zeg maar, van de avond proberen te draaien. En dit is de eerste keer dat we ook live staan. Dus dat is ook super vet. Dus ik ben heel erg benieuwd wat dit jaar gaat brengen. De kracht van Heartbase. Ik denk dat het vooral is dat het in een stadion is, in het Gelredome. Dat is sowieso een super vette locatie. Je staat er met echt ontzettend veel man. En we zijn er eigenlijk alleen nog maar als bezoekers geweest. En dit jaar mogen we dat als eerst, als Audiotrix zijn, het ervaren hoe het is om voor een vol stadion te staan. Dus ik denk dat het echt super vet gaat worden. Nou, we hebben één keer eerder in een team gedraaid. Dat was in Heineken Musical. Dus dat was echt super leuk om te doen. Vooral omdat je elkaar gewoon een beetje kunt meetrekken en heel uplifting kunt gaan draaien. En ik hoop dat dat net zo weer gaat worden als vorige keer. Ja, wij kennen Audiotrix redelijk goed. We zitten natuurlijk bij hetzelfde label en we hebben laatst nog met ze een leuk bungalow uitje gedaan en daar proberen te produceren. We hebben al tracks met ze gemaakt. Eigenlijk weten we alles over jullie. Niks meer aan toe te voegen. Dat weet je van ons? Niks meer aan toe te voegen. Ja, in het Gelredome staan is altijd super vet. Het is denk de grootste indoor feestlocatie van Nederland. Stadion, 25.000 man voor je neus. Zenuwen door je lijf. Super vet. Ik kan er niks anders van maken dan dat Heartbase wel een van de grootste is die we ooit gedaan hebben. En we zijn blij dat we het voor de derde keer weer mogen doen. Hoe bereiden wij ons voor? Nou ja, we zijn vooral heel erg druk geweest in de studio. En ik denk dat daar ook wel de meeste voorbereidingen liggen. Ik denk dat je toch wel heel materiaal moet aankomen. Ik denk wel dat de mensen dat ook verwachten. En het is ook heel erg leuk om in een bepaald thema te produceren. En ja, dan kun je de uitdaging zeg maar wat hoger leggen voor jezelf. Ja, wij bereiden ons eigenlijk gewoon best wel ver van tevoren al voor. En meestal gaan we eerst gewoon echt even kijken wat het thema is. En dan proberen we heel erg de sfeer te voelen. En zeker omdat we natuurlijk al meerdere keren op Heartbase hebben gestaan, weten we ook een beetje hoe het werkt en wat er ook op de avond zelf het beste werkt. En eigenlijk is het gewoon opsluiten in de studio en gewoon knallen tot we gewoon iets vets hebben. En in dit geval wordt het ook een live set. Dus ook heel veel edits maken van onze oude tracks ook. Dus eigenlijk vooral gewoon heel veel tijd insteken. Dit jaar kregen wij weer de vraag of wij het anthem wilden doen voor Team Blue. Daar is de track Interception uitgekomen. Heartbase gaat dit jaar over het afluisteren van de overheid. Dat is een beetje het thema, dus dat hebben we doorgetrokken in de track. Hij is wat harder geworden dan normaal. En dat vinden we voor Heartbase eigenlijk best wel horen. Dus we zijn er super blij mee en we hopen dat jullie hem ook vet vinden. Wat je van ons kan verwachten bij Heartbase? Ja, ik denk sowieso nieuwe muziek. We zijn ook bezig met wat hardere dingen. Ook speciaal omdat Heartbase eigenlijk wel staat voor een wat hardere thema. Dus daar willen we ons graag bij aansluiten. En het is voor ons ook zeker leuk om vanuit de euforische hoek te stappen om even net een tandje harder te gaan. 7 februari staan we met deze mannen en Tone Shifters en Co-Black op Heartbase. We zien jullie allemaal in het Gelredome. Wees er vroeg bij, want we zijn het eerste team. Tot dan.